tuinbouw heel veel vrouwen zijn die ofwel bedrijfsleider zijn ofwel meewerken op het bedrijf. En ik vind dat die veel te weinig in de schijnwerpers komen. Dus het is schitterend dat we de verkiezing hebben van de schoonste worden. Goed, goed. Uw aanwezigheid hier, dat telt ook al. Dus dat is zeker dat er een mooi engagement is. Vindt u het goed dat we eigenlijk zoeken naar een ambassadrice en geen ambassadeur? Jazeker, er zijn natuurlijk ook heel goede ambassadeurs. Maar misschien dat de dames en de vrouwen misschien te weinig nog bekend zijn dat ook zij heel sterk meewerken op bedrijven en ook zelfs soms bedrijven trekken. En daarom dat het goed is dat we nu een ambassadrice zoeken. De jury heeft het vanavond niet gemakkelijk gehad, denk ik. Naar welke dingen zou u kijken? Op wat zou u letten? Wel, als we het over een ambassadrice hebben, dan moet het iemand zijn die natuurlijk alle sectoren, alle takken in de land- en tuinbouw kent. Die ook kan verdedigen, overal de boer kan opgaan om het uit te leggen. Dus ook goed ter taal zijn, er ook goed uitzien, maar vooral ook vlot zijn en heel veel afweten van land- en tuinbouw. Oké, dat is al een heel lijstje, dus de dames hebben daar denk ik wel goed op gescoord. Binnen enkele minuten, dames en heren, weten we wie dat de schoonste boerin wordt. Ambassadrice voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Zou zeggen, welke rol zou ze voor u moeten opnemen? Overal naartoe gaan, zoveel mogelijk aanwezig zijn en onze land- en tuinbouw overal promoten. En tonen dat we daar trots en fier op zijn in Vlaanderen. En dat is de taak voor de komende 2 jaar. Dus heel veel weg zijn. Oké, dat is een heel boterham. We gaan er met plezier opnemen. Bedankt, mevrouw Marie. En ik zou zeggen, ja, we gaan...